Den Hout, zaterdag 20 december 1942, stortte in de Proostensteeg in Den Hout een Engelse bommenwerper neer. De zevenkoppige bemanning verloor daarbij het leven. Het toestel, een Avro Lanchester, keerde terug van een bombardement op de Duitse stad Duisburg en werd door een Duits jachtvliegtuig neergehaald. De zeven bemanningsleden zijn daags voor Kerstmis 1942 begraven op de begraafplaats aan de Bouwlingstraat in Oosterhout. Onder hen ook navigator Flying Officer James William Lynch. De vrouw van Lynch, Margaret, was op dat moment zwanger van een dochter. Het meisje Liz, Elisabeth, werd op 25 januari 1943 geboren. Liz, die haar vader dus nooit gekend heeft, hoorde zijn verhalen van haar moeder en haar oma. Tot oktober van dit jaar had zij het graf van haar vader nooit bezocht. In de naspeuringen van de crash in de Proostensteeg door een drietal Oosterhouters, Jos van Alphen, Jan Joly en Kees Joosen, dat de vliegtuigcrashes in de gemeente in kaart brengt, kwam de groep in contact met Liz. Op uitnodiging van hen brachten Liz en haar man in oktober een bezoek aan Oosterhout. Ze bezochten het graf van vader James William Lynch en de crashplaats in Den Hout. Om de plaats van het neerstorten van de Lanchester te mankeren, had Liz een gedenkplaatje meegebracht met daarop de namen van alle omgekomen vliegers. In oktober werd daarvoor een geïmproviseerd gedenkteken gemaakt. Inmiddels is dat een definitief monumentje geworden, wat mogelijk werd gemaakt door gebroeders De Leeuw BV uit Den Hout. Zaterdag 20 december 2014 werd het met de sobere plechtigheid door Jos van Alphen, Jan Joly en Kees Joosen onthuld, precies 72 jaar na dato. Thank you.